Ik ben Sido, vierdejaars student Engineering Product Ontwerpen. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat het techniek en creativiteit perfect balanceert. Je leert hier op deze opleiding hoe je een bruikbaar, maakbaar en betaalbaar product ontwikkelt. Tijdens productontwerpen kijk je naar het hele plaatje. Van het bedenken, het vormgeven en het produceren van producten, tot het producttest uitvoeren en gebruikersonderzoek doen. Je werkt bij de opleiding regelmatig aan echte opdrachten voor echte bedrijven. Zo heb ik voor McDonald's een product bedacht die je een afvalberg flink kan laten krimpen. Elke dag worden er in Nederland 30 miljoen kopjes koffie besteld. 30 miljoen. Een groot deel daarvan wordt bij het McCafé besteld. Als je bedenkt dat deze nog steeds geserveerd worden met zo'n plastic dekseltje, dan kan je begrijpen dat het jaarlijks een grote berg afval oplevert. Mijn ontwerp kan daar een einde aan maken. Het plastic dekseltje van McDonald's heb ik vervangen voor een deksel gemaakt van biologisch materiaal dat je kunt hergebruiken. Dit bracht wel een aantal uitdagingen met zich mee. De eerste uitdaging waren de productiekosten. Die liggen namelijk hoger dan bij normaal plastic. De oplossing hiervoor was statiegeld en korting op je kopje koffie. De volgende uitdaging was het formaat. Ik wilde namelijk dat het dekseltje op beide bekers past. Dat heb ik gedaan door een dubbele rand in de deksel te verwerken. Het laatste probleem was het hergebruik. Je gaat natuurlijk niet een vieze deksel in je jaszak meenemen. Een tweede deksel voor de deksel, die daarnaast ook als onderlegger fungeert, was de oplossing. Sido heeft ons met zijn frisse blik echt op een andere manier naar verpakking en afval laten kijken. Hij heeft een bekend concept, herbruikbaarheid, gecombineerd met een hele nieuwe toepassing. En daar hadden we zelf nooit aan gedacht. Dus dat is voor ons echt de meerwaarde van samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam. De samenwerking met McDonald's was super leerzaam. Iedere week had ik contact met Floor over het product en het proces. Je krijgt echt feedback uit de praktijk. En dat is heel belangrijk. Want een goed ontwerp is goed voor natuur, voor mens en economie.